Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Astrid Davidson. Astrid heeft een heel mooi boek geschreven dat heet Prima is Perfect. En zij is expert op het gebied van perfectionisme. Ik denk dat we dit allemaal wel eens tegenkomen. En Astrid heeft de kunst om mensen te helpen om hun gedachten en gevoelens op een positieve manier te herprogrammeren. En eigenlijk zegt ze met heel veel humor en op een mooie manier, dat prima ook al perfect is. En ze heeft de methode prima ontworpen, die ze ook in deze podcast zal toelichten. Het maakt je leven een stuk lichter. Graag laat ik je kennis maken met Astrid en haar mooie verhaal. Heel veel luisterplezier. Hier is Astrid Davidson. Ha, die Astrid, goedemorgen. Goedemorgen, Boukje. Heel hartelijk bedankt dat wij hier op bezoek mogen zijn. Ja. Vorige week lag er veel sneeuw, was bij ons de verwarming uitgevallen. En toen hebben we nog even over gehad, zullen we het online doen? Maar ik ben heel erg blij dat ik jou hier in je mooie nieuwe werkruimte mag ontmoeten. Ja, nou, ik keek ernaar uit om jullie alle twee te ontvangen hier. Dus ik denk van dan stellen we het toch gewoon even uit. Ja, heel graag. Het gaat. Ja. Leuk. Een hoop mensen zullen jou al kennen van je mooie boek Prima is Perfect, waar we het straks graag over gaan hebben. Mm-hmm. Maar ik zou het leuk vinden als jij ons een beetje wil vertellen van wie je bent en wat je graag doet en of je gezin hebt. Okay. Een beetje om wat meer jou te leren kennen. Een plaatje schetsen. Graag. Nou, Astrid, geboren Friesin in Harlingen, dus vlakbij de eilanden. Waar ik bijna nooit kwam, omdat mijn vader die had een restaurant daar. Dus als wij op vakantie zouden gaan naar Vlieland of de Schelling, dan zouden we de hele dag moeten zien dat hij liep, hey, hoi. Dus daar gingen wij nooit heen. Maar, en spreek je Fries ook? Ik versta het goed. Ja. En jij zou geloven dat ik Fries spreek. En een Fries gaat heel erg hard lachen als ik dat probeer. Okay. Dus dat is ongeveer. Maar ik vond het als kind heel vreemd dat andere mensen, hè, uit andere gebieden, dat niet verstonden. Maar ik had een paar kennen Beppen. Dus die spraken dan Fries. En dan, ja, dan gaat dat automatisch. Een soort van tweetalig word je opgevoed. Mooi, ja. Ja. Daar heb ik tot mijn 18e gewoond met twee zusjes en papa en mama. Ik ben de oudste van 3 meiden. Oké. Okay. En in Leeuwarden op school gegaan, naar de middelbare school. En toen mijn vleugels uitgeslagen. Een jaar in Brazilië gewoond. Zo, toen was je nog 18. 18, zo. Ja, ja. Dat is ook niet niks van Friesland naar Brazilië. Nee, it runs in the family, zeggen we. Mijn moeder, eigenlijk een dochter van een aardappelboer. Mm-hmm. Die had op een gegeven moment, toen zij 18, 19, 20 was, in haar hoofd, ik wilde wij de wereld in. En het lag helemaal niet voor de hand, maar dat heeft ze gedaan. Die heeft de boot gepakt naar Amerika, in Boston in de buurt gewoond. En later nog een jaar, of iets minder, dat weet ik niet precies, in Parijs gestudeerd. Dus die had dat meegemaakt. We hebben ons hele leven ook Franse flensjes gegeten en allerlei verhalen aangehoord van mama, wat ze allemaal had geleerd. En, oh, wat leuk. Ja, dus die zei toen ik 17 was of zo, van, nou, je moet straks maar eens een jaar naar het buitenland. Daar word je niet minder van. Nee. Toen dacht het niet. Waarom? Wat moet ik dat doen? En waar? Ja. Dus ik vond dat heel eng. Maar naarmate de tijd wat vorderde en ik aan dat idee wende en er dingen op mijn pad kwamen, heb ik daar toch voor gekozen. Dus ben ik een jaar naar Brazilië geweest. Maar eigenlijk wel een veilige manier. Ik heb in 3 gezinnen gewoond daar. Dus ik ben echt door de Braziliaanse bril gaan kijken naar het Braziliaanse leven, zeg maar. Okay, nou. Ja. Dus dat heeft wel echt mij ook gevormd. Ik hield al heel erg van talen. Ik heb daar Portugees geleerd. En, leuk. Het is wel mijn tweede vaderland eigenlijk een beetje gebleven. Ja, ga je nog wel eens terug? Of ik ben toevallig 2 jaar geleden terug geweest. Ook in mijn eentje. En de laatste keer daarvoor was toen ik net zwanger was van onze oudste. Dat was 20 jaar geleden. Nu dacht ik, ja, ik wil nog een keer. Sommige mensen zijn er misschien straks niet meer, weet je. Mm-hmm. En ik wilde dat heel graag alleen doen. Dus ik ben er weer alleen naartoe gegaan. Heb die mensen weer opgezocht. Mijn beste vriendin er een week bij geweest. Dus het was echt heel gaaf. Ja. Leuk. Maar best wel weer een hele aardverschuiving als je daarna weer terugkomt in Nederland. Ja, na zo'n jaar. Ja, na zo'n jaar. Van, ja, dat vond ik echt moeilijk. Dat vond ik moeilijk. En ik was ook heel erg zoekend. Ik dacht, ik ga dus niet naar Groningen. Want ik had in Leeuwarden school gedaan. En
ja, al mijn schoolgenoten gingen eigenlijk naar Groningen. Dat lag voor de hand als ze gingen studeren. Ik denk, ik ga niet na een jaar, hallo, hier ben ik. Zijn jullie er nog voor me? Dus toen ging ik naar Utrecht. Ik denk, dan begin ik gewoon waar ik lekker niemand ken. Dus dat had je ook wel wat vrijer gemaakt van... Ja, ja. Maar ik wist nog niet wat ik wilde studeren. Dus ik was zo'n twijfelkont. Ik was altijd heel bang om fouten te kiezen in mijn leven. Omdat je te veel keus had? Of, ja, nou, maar ook zeker weten dat dat wat je kiest... dat dat wel hetgeen is wat de bedoeling is of zo. Mm-hmm. Dus echt, ik wilde heel erg zekerheid hebben. Dus ik dacht, nou, ik weet het nog niet. Nou, en toen had mijn moeder weer een briljant idee. Ik luisterde heel veel naar mijn moeder. Mm-hmm. Nou, dan ga je een jaartje schroevers doen. Daar word je nooit minder van, zei ze. En dat heb ik toen gedaan. Nou, daar werd ik ook niet minder van. Ik kon al heel snel typen, want ik had mijn typediploma alles gehaald. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik een goed betaalde student was. Ik kon heel makkelijk baantjes vinden. Oh, ideaal. Ja, dat is ideaal. Maar ik denk dus je had ook een leuk studentenleven dan? Ja, 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 dat, ja, en sowieso was het allemaal best wel riant als je terugkijkt. Hè. Ja, ja, ja. Basisbeurs. Wat er toen allemaal kon, ja. Jo Ritsen tijd met de OV-kaarten onbeperkt volgens mij. Mm-hmm. Dus leuke studententijd gehad. Maar ik denk wel, nou ja, alles gebeurt met een reden. Dus het is ook niet dat ik het niet had willen doen. Maar schroevers duwde mij ook wel weer meer in het dienstbaar zijn. En ik kom uit een horecagezin. Daarin ben je natuurlijk eigenlijk ook al van de klant is koning. Ja, dus, je bent altijd met je gasten bezig. Ja, dus ik was heel erg op andere mensen altijd gericht. Dus jij kende dat, zeg je daarmee eigenlijk van, ik kende dat van huis uit? Want je hebt natuurlijk, als je ouders een eigen zaak hebben en een eigen horecaonderneming, dan zie je dus ook dat ze altijd eigenlijk wel... Altijd aan het werk. Altijd aan het werk, maar ook altijd wel voor andere mensen bezig zijn. Bedoel je dat? Van, ik heb dat denk ik ergens ook geïntegreerd en misschien ook al veel vroeger in mijn leven. Hè, want je wordt eigenlijk al echt gevormd tussen je 0 en je 7 jaar, zeggen ze dan. Mm-hmm. Door toch van mezelf heel erg weg te cijferen en altijd te kijken waar de behoefte van de ander lag. En zeker niet makkelijk inderdaad durven kiezen. Dus dat ik uiteindelijk rechten ben gaan studeren was ook omdat het zo lekker breed was. Oh, je bent ook rechten gaan doen. Nou, bij mij is ongeveer hetzelfde verhaal. Ja, ik hoorde in jouw introductie. Ja, dit is heel grappig. Ja. Want ik had ook allerlei wilde plannen met studies. KMA en... volgens mij nog bestuurskunde in Enschede. En dat was dan best ver weg. En bla bla bla. En ineens zei ik ga rechten doen. En als je me nu vraagt waarom. Ja, het is allemaal goed uitgepakt. Want ik heb het heel erg leuk gehad daarin. Ja. Maar het was niet een heel erg wel overwogen keuze. En het was wel ook iets waarmee ik dacht van... Nou, dan ligt kan ik alle kanten nog mee op. Precies, ja. Dus ja, nou, dat herken ik wel. Dat doen natuurlijk heel veel mensen die die studie doen eigenlijk. Dat zal nog wel zo zijn. En ik moest wel altijd lachen, want ik woonde met een aantal jongens in huis. En die hadden bij de wc-rollen hadden ze opgehangen. Iets van elk wc-papiertje wat je aftrekt is 1 rechtendiploma. Oftewel, iedereen kiest rechten hier in Utrecht. Ik heb ook in Utrecht gezeten. Oké, okay, ook. Dus zodoende. Ja, nou, ik heb absoluut geen spijt gehad van de studie. Ik heb er lekker 6 jaar over gedaan. Ik heb bestuurswerk gedaan met studentenvereniging. Vond ik heel leuk om te doen. Ken je misschien wel Histos zijn. Ja, ja, ja. En toen was ik afgestudeerd. En toen dacht ik, ben internationaal, wel Nederlands recht, maar internationaal. Dus veel over Europa 92 destijds, weet je wel. Ik Europees rechtelijk was toen ook nog vrij nieuw allemaal. Ja. Hè? Was wel leuk. Ja, wat een parallellen. Ja, dat is leuk. En toen was ik klaar. En toen had ik in de zomervakantie, net voordat ik officieel afgestudeerd was, een bijbaantje bij een communicatieadviesbureau aan de Maliebaan in Utrecht, Bieker. Mm-hmm. En nou, toen dacht ik, dat rechter is allemaal leuk, maar dat ga ik dus echt niet doen. Daar ga ik dus echt niet in verder. Oké, dat was meteen helder. Ja. Want ik en weet niet, was het was dat? Een soort plaatje ook. Verwachtingen van huis uit, mijn omgeving. Mijn oud-tante. Nou, Astrid is nu jurist. En met al dat Europees recht en internationaal recht. Ik denk, wat moet ik dan nu gaan doen? Moet ik dan nu naar Brussel? Mm-hmm. Dat had wel de naam. Hè? Of misschien, er kwamen altijd zoveel ideeën van. Dat zou je kunnen doen. Nijrode. Mm-hmm. Of het diplomatenklasje, weet je wel. Allemaal van die dingen. Wat in de ogen van heel veel mensen dan status heeft of zo. Maar waarvan ik wel dacht van, ik weet niet, maar... Dus ik ben eigenlijk gewoon vanuit die bijbaan toen van in dat communicatieadviesbureau ben ik daar in dienst gekomen als junior communicatieadviseur. En toen was ik ook weer een vreemde eend in de bijbaan. Toen heb ik
gewerkt voor een branchevereniging van organisatieadviesbureaus. Dus voor de PricewaterhouseCoopers heette het. Ze zijn allemaal inmiddels alweer vernoemd, de groten allemaal. Mm-hmm. Waren 20 van dat soort organisaties met een koepel daarboven. En mm-hmm. ik was dus secretaris van die koepel. En dat was mijn eerste baan. En daarna heb ik echt van alles gedaan om maar te ontdekken wie ben ik, wat vind ik echt leuk. En dat lukte eigenlijk heel lang niet. Ja, en was dat ook omdat je toen ook een beetje... er kan heel veel, hè? Er zijn mm-hmm. heel veel keuzes. En je hebt gewoon wel... Je hebt wel die keuzes aangepakt. Want je had natuurlijk ook kunnen kiezen. Want je zei eigenlijk, ik volgde best wel mijn omgeving op. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb je dat niet meer gedaan. Al op het moment dat je zei, ik ga bij dat communicatiebureau. Nee, dat was ergens al een breuk. Ja, ja en toen anderhalf jaar daarna ben ik daar weggehund. Dat vond mijn ego wel heel leuk, hoor. Heel eervol voor je ego, dat je wordt weggekaapt. Ja, toen kwam ik in de energiebranche. Maar heb je het daarom ook gedaan? Nee, niet helemaal. Nee, het was weer keuzestress. Of nee, keuzes openhouden. Want ik dacht, ja, ik zit nu wel heel erg in de communicatiekant. Maar ik ben ook nog jurist. Dus als ik dit te lang blijf doen, dan kan ik niet meer terug. Dus toen werd ik gehunt voor een secretarisfunctie bij een koepel van energiebedrijven. En dat was zowel communicatie, bestuurlijk werk en juridisch werk. Dacht ik, dan blijf ik ze allemaal doen. Kan ik gewoon alles. Kan ik lekker alles doen. Ja. Hoef ik niet te kiezen. Dus dat leek mij, dat voelde weer veiliger, lekker breed. Dus ik heb me heel lang ook geïdentificeerd. En aan de ene kant vond ik dat pijnlijk. Ja, ik ben Astrid en ik ben heel breed georiënteerd. Dus ik weet eigenlijk niks. Of van heel veel dingen een beetje. Mm-hmm. Maar mijn negatieve stemmetje maakte daar dan van. Dus eigenlijk niks. Mm-hmm. Nergens goed in. En aan de andere kant hoorde ik ook heel vaak... ja, maar dat is fantastisch en dan ben je een schaap met 5 poten. Maar goed, ik had eerst heel erg de neiging om dat te zien als een nadeel. En ik was ook echt bang om me ergens in te specialiseren. Ik zag dat als, maar dan ga je een weg in. En wat als het niet leuk is? Nee. Dus die angst heb ik heel lang die angst. Ik moet ineens denken aan... ik had jou om een motto gevraagd. En toen zei je van... relax, het loopt toch altijd anders dan je denkt. En toen vond ik het heel grappig. Want jij bent natuurlijk een specialist, zeg maar even, in perfectionisme. Hè? Mensen daarmee helpen en ervan afhelpen. Ja. Of hoe je dat dan ook moet vertellen. En toen dacht ik, relax, het loopt toch anders dan je denkt. Vind ik niet helemaal passen bij de perfectionist. Nee. Die eigenlijk de controle wil houden. Ja. Die vind ik dan heel geinig. Want waarom heb je die nu gekozen? Of zeg je van, we zijn nu zoveel verder en... Ik ga een perfectionist natuurlijk niet een motto geven van... denk je echt dat dit goed genoeg is? Ja. Op een tegeltje of zo. Nee, precies. Dus het is juist dat contrast. Ja. Ik wil mensen, want eigenlijk zijn het allemaal ex-Astridjes. Hè, want ik zeg ook al, je bent geen perfectionist, je doet het. Het is een vorm van gedrag, het is een overlevingsmechanisme. Mm-hmm. En je doet dat en je kunt dat dus ook leren ontdoen, zeg maar. Minder doen of mm-hmm. bijna helemaal niet meer doen. Ik doe het niet zoveel meer. Dus was ik een perfectionist? Nee, het was iets wat ik deed. Ik ben nog steeds Astrid, weet je? Mm-hmm. Om dat perfectionistische gedrag eraf te halen... bestook ik mensen juist met dit soort quotes. Ja. Dat ze gaan leren van, het mag ook. Prima is perfect. Nee, het had je toen ook geholpen. Van, het loopt toch altijd anders dan je denkt. Ja, dat begin je. Toen wilde je eigenlijk alles nog... wat heel logisch is, wat ik ook herken. Van, je wil de mogelijkheden openhouden. Ja. Maar daarmee, je weet toch want niet... Want als het misgaat, dan kan ik altijd nog terugvallen op. We willen zo graag zekerheid. Ja. En ik heb het altijd buiten me gezocht. Ja, grappig is dat. Ja. 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 Mooi. En toen zei je van... Inmiddels ben ik ook... Dat is dan ook wel een leuk verhaal. Laat ik het niet alleen zakelijk houden en over mijn werk. Maar toen ik... 28 was. 27 denk ik, was Koninginnedag. Ja. En mijn zusje heeft hotelschool gedaan. Dus die ging wel een beetje papa en mama haar kant op. Mm-hmm. En die zat in Parijs. Die had daar een café, Klein Holland. Oh. En... Daar was ik nog niet geweest en ze zat daar volgens mij al 1,5 jaar. Dus toen zei ze, als er iets leuk is, kom dan met ik wil bijna zeggen Koningsdag. Maar 98 was Koninginnedag natuurlijk.
kan je me ook nog even helpen? Want zij deden in Parijs, dan hielden ze echt voor de Nederlandse mensen een klein Holland. Het was een Nederlandse kroeg. Oh, wat grappig. Dus voor de Nederlandse mensen, ambassadepersoneel, maar ook andere Nederlanders of gewoon toeristen die zin hadden in een kroket. Dat kon je daar krijgen, meters bier. Dan kon je ook carnaval vieren. Als het haringparties en zo. Dus ik ging daarheen op, denk 29 april. En toen op 30 april was het Koninginnedag. En ik had er geholpen met versieren. En op een gegeven moment, het was al laat, 11:00 of zo. En dan komt een groep mannen binnen. En er komt één man binnen. Ze waren allemaal in pak. Daar had ik wel een zwak voor, toch? Mannen in pak. Dat vond ik wel, aantrekkelijk. Dus ik lette wel even zo extra op. Ja. En toen, één van die mannen, die kijkt mij zo aan. Onze blikken kruisen. En echt, nou ja, weet je wat ze dan zeggen? De bliksem slaat in. Mm-hmm. En een soort stem ergens vandaan. Met hem ga je trouwen. Nee, joh. Ja, echt. Nou, okay. Dat had ik nog nooit gehad, hoor, zoiets. Ik denk, nou, wat is dit? Te veel bier op. En hij komt naar mij toe. Echt, been zo naar me toe, lange benen. En pakt mij zo vast bij de schouders. Hup, vier zoenen. Hé! Hey! Ik denk, wat is dit? Ja, in Parijs doen ze vier zoenen, maar bij iedereen niet. En het was een Nederlander, of niet? Het was een Nederlander. Ja. Hij heette Ron. En laat me raden, is het je echtgenoot of niet? Het is mijn echtgenoot. We zijn al heel lang getrouwd inmiddels. Ja? Maar hij had niet helemaal in de gaten. Ik had een grote muts op en ik was beschilderd dat ik niet Ilse was, mijn zusje. Oh! En hij was daar gast aan huis, zeg maar, echt stamgast. Dus hij kwam daar een paar keer in de week. Dus hij dacht, nou, even naar Ilse toe. Maar ja, nou ja, zo brak het ijs. En heb ik dus inderdaad mijn man leren kennen in Parijs. En die woonde daar ook al een hele lange tijd. Dus dat is ook zo'n globetrotter. En inmiddels hebben wij twee kinderen van bijna 18. Volgende maand wordt Lotte 18 en Frank is 20. Ah, leuk. Zo, ja. Maar goed, in die tijd zat ik nog net in de fase dat ik met mijn werk echt nog zoekend was. En toen ik Ron leerde kennen, ik zat op een gegeven moment bij de gasunie te onderhandelen over gastarieven. Dat ik echt dacht van, wat doe ik hier en hoe ben ik hier terechtgekomen? Mm-hmm. Maar ja, je hebt zelf steeds ja gezegd tegen allemaal keuzes. Het is niet dat iemand zegt, out of the blue, jij moet nu dit gaan doen. Je bent zelf daarvoor verantwoordelijk. En toen dacht ik echt van, ik ben volgens mij helemaal de weg kwijt. Mm-hmm. Nou, toen heb ik het een paar jaar wat rustiger aangedaan. Dat de kinderen kwamen, wilde ik niet meer zo hard werken. Toen heb ik gevoelsmatig ook een stapje terug gedaan. Hè? Dan krijg je die worsteling waar vrouwen wel meer mee worstelen. Van ga ik voor de kinderen zorgen? Ja. Gaan ze in de opvang? Mm-hmm. Wil ik het glazen plafond doorbreken of niet? Maar kon je daar iets in kiezen dan ook? Was dat toen wel duidelijk? Want je hoort ook wel eens dat mensen zeggen van, nou ja, toen de kinderen kwamen werd het me allemaal duidelijker om keuzes te maken. Ja, nou, ik wilde niet meer 's avonds om 7:30, 8:00 pas thuiskomen uit de file en mijn kind nog net 10 minuutjes zien voordat hij in slaap viel. Dus mm-hmm. toen dacht ik wil ten eerste dichtbij. Mm-hmm. En er kwam iemand op mijn pad. En een zwager van een goede vriendin destijds op een feestje. En die had gehoord dat ik eigenlijk wel wat zocht. En hij was net begonnen met een nieuw bedrijf. En hij had gehoord dat ik een schaap met 5 poten was. Dus hij zei, Davidson, wij moeten eens even praten. Mm-hmm. En het ging nergens over. Ik had geen idee wat die man ging doen. Ja, een of ander adviesbureau oprichten. Maar hij was zo enthousiast de hele tijd. En hij zei, ik zie het helemaal zitten. Wij gaan leuke dingen doen. Dus jij zei ja. Dus ik ben echt op die energie ben ik toen ingestapt als office manager van een start-up. En ik mocht alles doen. Ik denk, lekker breed. En die stem kwam weer van met hem ga je trouwen. En dat was uitgekomen. En die stem hielp mij de beslissing nemen. Want die stem die zei, dit is oefenen voor later. Oké. Want ik zat best wel vanuit angst. Ja, maar dan doe ik een stapje terug. Ik ga minder verdienen. Ik ben niet meer. Mm-hmm. Weet je, het was qua functie, als je zou zeggen, ja, een lager niveau. Dus ja. Ik voelde ook wel ergens een beetje van schaamte. Van, hè, ga ik nou onder mijn kunnen werken? Mm-hmm. Dit is oefenen voor later. Oké. Okay. Dus mm-hmm. ik ben het maar gewoon gaan doen. En gaandeweg. En mag ik even gewoon voor mensen die daar minder mee hebben. Van, ook even voor mezelf. Van, je hoorde een stem. Ja. Of een boodschap. Of een, ja. Een innerlijke stem. Jij had elke keer iets op de achtergrond van oké. Dat is. Ik snapte er net zo. Ik keek net zo glazig uit mijn ogen als jij nu. van, wat is dat dan? Ja. Ik begrijp. Ik wist het niet. Okay. Maar normaal als ik mijn innerlijke dialoog heb. Dan hoor ik mij.
Mm-hmm. Of als ik stemmetjes van vroeger heb, bijvoorbeeld, weet ik veel, dat ik mijn sokken niet opruimde, net als mijn dochter nu doet. Je legt de was op de trap. Oh, ja. De mama die haalt de rest wel weg. Ja. Dus mijn moeder, Astrid, je sok. Dan hoor ik mijn moeder in mijn hoofd. Ja, ja. Maar dit was iets. Ik denk, dit was een onbekende stem eigenlijk. Ja. Ja, dus ik weet niet of je dan, want nu ben ik jaren later en ben ik ook veel meer bezig gegaan met spiritualiteit. Of ik nu zou zeggen, dat was mijn gids. Of het is de stem van God. Of zo. Nee. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was wel iets, een signaal, noem ik het maar even dan. Ja. Wat steeds wel bij je binnenkwam. Ja, en het was niet iets wat ik met mijn juridische hoofd kon verklaren. Dus het voelt wel als iets tussen de werelden in, ja, zeg maar. Ja. Uh-huh. Nou, en het oefenen voor later, dat was eigenlijk, ik ben daar een soort van bedrijfje gaan leren opzetten. Toen, in die functie, mm-hmm, als office manager. Ik, okay, was mijn baas aan het ontlasten. En ik moest de visitekaartjes regelen. Ik moest toezien op de huisstijl. Ik moest de haringen kopen voor als het visdag was, dat we lekker konden lunchen. Ja. Maar ik moest ook besprekingen met de notaris over de algemene voorwaarden. Want je had natuurlijk ook nog die juridische kennis. Ja. Dus eigenlijk was het weer heel breed. Het was weer heel breed. En ik heb dus allerlei dingen leren doen. Mm-hmm. Maar toen wist ik nog niet dat ik na 4 jaar het ook wel weer zat was daar. Want toen had ik alles gedaan. En ik kon toen nog niet weten dat het echt oefenen was voor later. Dat ik ooit een eigen bedrijf zou starten. Nee. Daar was ik helemaal niet mee. Maar het is dus wel, achteraf gezien ook, als je terugkijkt, wel heel waardevol geweest. Ja. Want daarmee heb je wel die stap ook op een gegeven moment durven zetten. Ja, dus ik geloof echt zo niet in toeval. Ja. En dat is op een gegeven moment zo helder geworden bij mij. Als ik dan ging terugkijken, dan kon ik wel janken. Gewoon van verbazing, maar ook ontroering. Dat ik denk van, dit is blijkbaar gewoon altijd de bedoeling geweest of zo. En dat komt dan vanzelf. Want er zijn wel een hoop dingen op je pad gekomen. Ja, en je zegt, aan de ene kant zeg je van, het kwam op mijn pad. En ik zei ja, omdat mensen ofwel heel enthousiast waren of het paste wel. Ja. En dat maakt dat je dan misschien minder heel bewust de eigen keuze hebt genomen. Maar ja, ik heb dat zelf ook. Als ik terugkijk, denk ik, het kwam al eigenlijk altijd op mijn pad. En het pad is wel heel leuk geweest. Ja. En het klopt ook achteraf gezien helemaal. Ja. Maar bij mij was het precies zo wat jij vertelt. Van niet helemaal helder welk pad ik ging lopen toen ik 18 was. Nee. Geen idee. Nee. Maar hoeft ook niet altijd, denk ik. Nee, maar dat heb ik nog steeds. Weet je, ik heb dat nu ook. Dus vandaar ook, relax, het loopt toch altijd anders dan je denkt. Ik kan nu wel een visioen hebben of een visie of een bepaald idee over waar ik over 5 jaar sta. Of over 10 jaar. Maar het was ook de vraag waar ik al het meeste hekel aan had bij sollicitatiegesprekken. Mm-hmm. Blijkbaar voelde ik dan intuïtief al van, zo werkt het helemaal niet. Het is wel goed om een doel te hebben. Maar er kan altijd weer iets tussenkomen. En in mijn geval geloof ik inmiddels, als het anders loopt, wordt het waarschijnlijk nog veel leuker. Ja. Zo vroeger dan dacht. Ja, dus eigenlijk die stip aan de horizon als doel is wel belangrijk, hè? Dus ja, je moet wel ergens op koersen. Maar eigenlijk zeg je, dat hoeft niet heel rigide, hoeft je niet heel strak. Want dat je ook nog open staat voor kansen, zeg dan durf maar even overstag te gaan. Ja, dat zeilen zit er nog een beetje in. Dus dat weet je, dat je toch durft van, oh ja, maar dit is eigenlijk ook wel heel leuk. Ja, maar ik had toch dat afgesproken? Ja, jammer dan. Het is ook zonde soms, hè? Want dan mis je ook gewoon, mis je ook iets. Ja. En als er iets niet past bij iemand die perfectionistisch is, is het afwijken van een plan. Want dat is natuurlijk wel, het geeft een beetje aan van, want wat versta jij onder perfectionisme? Dat is wel goed om af te spreken, want het is voor mij veel breder dan wat mensen er vaak onder scharen. Het wordt heel erg geassocieerd met dat je alles perfect wilt doen en dan vooral ook dat je dat uiterlijk heel erg kunt zien. Hè? Van, dat is iemand die komt hier binnen, die ziet meteen dat ding scheef hangt. En die moet dat echt even recht hangen. Okay. Mm-hmm. Of die is bang dat ze, als ze nu een paper inlevert, dat er nog allemaal fouten in staan. Dus het houdt ze echt 10 dagen extra onder zich om nog te kijken wat er aan. Dat is een vorm van perfectionistisch gedrag. Maar voor mij is het eigenlijk, datgene wat voortkomt uit het altijd maar willen streven naar dingen zo goed mogelijk doen. Mm-hmm. Maar waarom wil je dat? Om te compenseren het gevoel wat je zelf hebt dat je niet goed genoeg bent. Daar zit het op. Dus de basis is,
ik geloof, en heel veel mensen zijn zich dat helemaal niet bewust, dat dat mm-hmm. eronder zit. Maar dat heb ik door ook met heel veel mensen te praten en therapie te doen. En bij mezelf ook, heb ik ontdekt. Waarom wil ik altijd bijvoorbeeld op een verjaardag, doe ik nu niet meer. Maar wilde ik dat iedereen het zo naar zijn zin had. Mm-hmm. Nou, kan je zeggen, ja, horeca achtergrond, ja natuurlijk. Maar ook dat men dat straalt dan ook positief op jou af. Oh, jij bent zo'n goede gastvrouw, mm-hmm. weet je wel. Maar man, wat had ik een hekel aan feestjes op een gegeven moment. Want ik had overal ogen nodig om te kijken of iedereen er nog goed bij zat. En mm-hmm. terwijl mijn man die ging zitten, daar is de koelkast. En die had echt een hele leuke avond, ja. weet je. Dus nog even terug, want dat vind ik wel ja. heel interessant wat je zegt. Van, het ontstaat dus ook omdat je van jezelf dus vindt dat het niet dat het nooit voldoende is. Ja. Is dat het? Ja, dus heel diep van binnen. En dus zelfs in zoiets concreets als waarom doe ik zo moeite voor mijn gasten? Mm-hmm. Als dat, kijk, een beetje perfectionistisch is helemaal niet erg. Een goede gastvrouw zijn, daar is niks mis mee. Maar waar ligt de grens naar te? He, dat het overdreven wordt, dat je er zelf aan onderdoor gaat. En waarom laat je het zo ver komen als je er zelf bijna aan onderdoor gaat? Dus is dan die grens daar waar je er zelf last van ja, krijgt? Maar daar waar het stressvol wordt. Ja, en heb je geen last maar van. Maar je zegt eigenlijk, dat vind ik wel lastiger. Dat heb je waarschijnlijk ook niet altijd in de gaten, dat het stressvol wordt, of wel? Nee, heel vaak. Mensen eerst burn-out, dan komen ze dan pas achter. Oh. Ja, want en bijvoorbeeld met even nog terug naar het voorbeeld van een paper heel goed willen doen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een boek geschreven. Ik herken wel een heleboel dingen in perfectionisme. Mm. Met afronden of zo. Dat ik dan denk van ja, het kan nog beter. Ja. Als we dan bijvoorbeeld jouw boek nemen. Ja. Ik weet niet of je aan deadlines zat of dat je gewoon. Nee, want ik heb het helemaal op eigen houtje gedaan. Zou ik nu nooit meer doen. Okay. Maar dat was denk ik ook al een veilige keuze. Want er zat er niemand achter mijn broek. Kon ik het lekker zelf doen. Ja, ja. Maar is het dan ook van. Is perfectionisme dan ook dat je gewoon het moeite hebt met het boek afronden? Of de paper of wat dan ook. Omdat je gewoon wil dat het zo goed mogelijk is. Ja. En dat je eigenlijk ook steeds denkt van. Oh ja, maar het kan nog beter. Ja. En het kan nog beter. Want ja. dat is natuurlijk ook. Dat maakt ook wel dat je, sommige mensen ook minder snel zijn in dingen. Ja. Omdat ze er voor de 10 gaan, terwijl de 7 misschien voor ja. die functie of paper die ze in moeten leveren ook goed zou zijn. Ja. Het is als jij ja. een baas bent en je hebt perfectionistische werknemers, het is heel dubbel. Heel vaak wordt het bijna gezien als een positieve eigenschap. Hè? Van mm-hmm. oh, perfectionistisch. Heel ja. veel mensen leren ook om dat eigenlijk te noemen als slechte eigenschap in een sollicitatiegesprek. Ja, ik ben heel perfectionistisch. En dan hopen dat de baas glundert. Want die denkt, mooi, dat is een goeie. Die zetten we aan het werk. Als die ja. baas mijn boek heeft gelezen, denkt hij, die moet ik niet nemen, want het wordt een dure kracht. Want die gaat namelijk heel erg veel uitstellen. Okay. En onder zichzelf houden. Die kans is er, hè? Ja, ja. Zet een beetje zwart-wit neer. Maar ja, dat is wel goed om het juist even te vergroten. Ja, ja. Want je hebt twee mechanismen in perfectionisme. Je hebt het ploeterende mechanisme, waarbij je dus heel erg je best gaat doen. Mm-hmm. Nog beter, nog beter, nog beter. Om maar dat gevoel te krijgen van rust. Van nu is het goed. Want dat wil je. Het ja. gaat uiteindelijk dat je een bepaald gevoel krijgt. Daar doe je het voor. Een gevoel van nu is het goed genoeg. Bijvoorbeeld. Ja. Of een gevoel van rust. Of een gevoel van voldoening. Of een gevoel van erkenning. Het maakt niet uit. Dat kan heel verschillend zijn. Maar we doen alles voor gevoelens. En we zijn bang voor een bepaalde categorie van gevoelens. Die willen we weg. En andere gevoelens willen we hebben. En dat is zo'n onbewust proces dat we dat vaak helemaal niet doorhebben. Dat we doorgaan omdat we dan hopen dat die onrust, die mm-hmm. we helemaal niet voelen, want we zitten in ons hoofd. Mm-hmm. Ons onbewust heeft dat wel door. Die wil die onrust weg en die wil rust. En dat is die ploeterende. Dat is ploeteren totdat yeah. je die rust hebt. Yeah. Of het slaat over naar de andere kant. Oh mijn god, dit is zo ingewikkeld. Dit is zo, dat kan ik nooit. Maar dan sla je lam. Wat gebeurt er dan? Ja. En dan ga je falend perfectionisme vertonen. Dus dan ga ik maar niet eens meer doen. Ik begin er maar niet eens aan. En hey, jij zou dat toch doen? Ja, ik heb het overgedragen aan mijn collega. Want ik denk, dat kan ik toch nooit waarmaken. Okay. Het zijn twee kanten van één medaille. Maar die falende, mm-hmm. die blijft denk ik met een rot gevoel zitten. Want die kan niet. Kijk, die ene die werkt net zo hard ja. zich over de kop. Totdat er uiteindelijk de finish is bereikt. En denkt van, nu ja. ben ik klaar. En ja, nu maar is verkijk je niet hoe kort die he is bij dat type. Ja, dat duurt een paar maanden. Dus even ja. en denk oh, pot, ik had ook nog de was moeten doen vandaag. Ja. Weet je wel? Of ja, whatever. Dus er popt weer iets nieuws op. Ja. Van, maar die ander, die ja, dat is helemaal. Die lijkt me helemaal lastig. Ja. Want die,
die geeft het eigenlijk weg. Of ja. die maakt zich uit de voeten. Ja. Of die vlucht. Ik ja. weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ja, die en eigenlijk dat... versteent die een soort van. Ja. En ja, ik heb daar... Ik heb zelf het idee dat die nog vervelender is om te voelen, zeg maar. Omdat het echt... Nou ja, dan krijg je ook bijna depressieve gevoelens. Dan heb je nergens meer zin in en laat maar. En mm-hmm. je bent helemaal ontmoedigd. En weet je, mm-hmm. geen kracht meer. En dat andere kan nog heel lang... Ook een, dat is voor heel veel mensen ook een soort van verslavend. Die vinden het daarom ook... Ja, nou, ik ben heel perfectionistisch. Dan heb je het dan met je vriendin over... Oh, zijn we perfectionistisch? Nou, het eerste wat mijn cursisten moeten afleren... is dat ze daar nog... Overlachen. Oké. Okay. En als ik het zo beluister van... ik denk dat... ik heb er geen idee van. Je hebt heel veel onderzoek en zo gedaan. Dit is toch iets wat wel veel mensen... want ik wist niet dat het twee varianten waren. Maar als je ze op één hoop gooit... de hele verzameling... Ja. Heeft bijna iedereen daar last van in meer of mindere mate. Dus niet iedereen gaat er zo onder gebukt. Maar de mechanismen zijn voor heel veel mensen wel herkenbaar. Ja, nou zeiden we net even in het begin gekscherend... dat het misschien ook wel is dat dames er meer last van hebben. Ja. Waar zou dat hem in zitten? Omdat er meer verschillende facetten zijn? Omdat er ook soms nog een moederrol is die... Of waar zou het in zitten? Ik denk dat in deze tijd van de geschiedenis... en waar wij vrouwen vandaan komen... is allemaal nog niet zo lang geleden... zijn wij het meest recent... want ik weet niet hoe het van daarvoor Mars. Was... Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, vroeger hebben de vrouwen de mannen onderdrukt. Nou, daar heb ik nooit met geschiedenis geleerd. Maar ik weet het niet, dat kan. Ja. Maar komen wij natuurlijk wel uit een underdog positie. En hebben vrouwen veel meer, ook onbewust, ook door de generaties heen, het idee dat ze zich moeten bewijzen. Ik denk dat wel echt ook een rol speelt. Als ik alleen al kijk naar dat wij het nu heel gewoon vinden dat we een huishouden runnen en werken. Dat had mijn oma niet. En we willen nog net zo schoon huis hebben. Ja. En mijn moeder bijvoorbeeld. Ik heb inmiddels wel iemand die me helpt met het huishouden. 1 keer in 2 weken. Gewoon wat dingetjes. Maar dat vond mijn moeder ook echt not done. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, dus dat is ook een soort van schaamte. Van ja, maar dat kan je toch, kan je toch zelf doen. Ja. En dat hebben vrouwen gewoon veel meer dan mannen. En ik denk, ja, we zijn sowieso anders. Maar dat er misschien ook wel mee te maken heeft. Maar dat heb ik niet heel uitvoerig onderzocht. Dus, nee, maar ik denk dat iedereen in meer of minder en verschillende situaties... dat we bijna iedereen wel eens last van heeft. In meer of mindere mate. Ja. En jij had er dan ook last van, want je bent ermee. Ja, heel erg. Ja, want wat heeft jou ertoe gebracht om met dit mooie boek te gaan maken? Nou, ik kan het niet helemaal terughalen, maar wat wel heel vaak oppopt als voorbeeld, en dat raakte me toen heel erg, dat ik bezig was mijn kritische ik, want perfectionisten zijn heel kritisch op zichzelf, maar ook ik was ook heel kritisch naar anderen. En er staan twee... Dus veroordelend? Of veroordelend, nou, dat is niet goed. Er staan volgens mij 2 voorbeelden die ik ook noem in mijn boek. En ze zijn hilarisch, maar ze zijn ook diep verdrietig eigenlijk. Dat ik mijn man terugstuurde naar de supermarkt. Want hoe haalde die het in zijn hoofd om voor een verjaardagsfeestje? Ik had een heel boodschappenlijstje gemaakt. Dan had hij al zoiets van... Dat is wel erg veel. Misschien moet je het zelf doen. Maar ja, daar had ik dan geen tijd voor, want ik moest nog 1000 andere dingen doen. En dan kwam die terug met de verkeerde peterselie. Dat ik daar dan zo'n scène over kon maken. Ik durf bijna niet te vragen hoeveel soorten peterselie zijn er dan. Peterselie en krulpeterselie. Oh, okay. En dat was, weet je, dus op dat niveau... Ja. Mm-hmm. En op dat niveau, als je daarin doorslaat... je kan gewoon je huwelijk stuk laten lopen op bladpeterselie. Ja, maar je wordt zelf denk ik ook helemaal gek dan. Ja, toch? Ja. Want dan is het eigenlijk bijna nooit, nou ja, nooit goed. Nee. Nee. En een ander voorbeeld, en dat kwam toen ook heel erg binnen. Een vriendinnetje van mij was zwanger. En ik wilde een kaartje voor haar kopen. En ik denk dat die van mij 3 en 5 waren of zo. Of 4 en 6, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval oud genoeg om bij zo'n kaartenstandaard ook te staan en mee te kijken. Oh, mogen wij helpen uitzoeken? Ja, zoeken jullie maar een kaart uit. Weet je, en dat ze dus heel blij komen met een kaart van Donald Duck of zo. Ja. Dat ik dacht, ja, ik kan toch niet naar zwangere Doreen een kaart sturen van Donald Duck. Dus dat ik dan tegen mijn kinderen zet. Terwijl ik eerst zeg van ja, ga maar doen. Ja. Vervolgens, nee, dat is niet goed. En die beteuterde gezichtjes. Ja. Dus wat voor signalen geef je zo vroeg al aan je kind? En dat kwam toen wel heel erg binnen. Want ze zeiden verder niks.
Maar ik dat, maar ja, dat zag ik. Het is wel fijn dat je dat herkende bij. Ja. Want ja, ja, ik kan me voorstellen als je zo helemaal bezig bent met alles, dat je dat ook helemaal niet meer in de gaten hebt. Nee. Dat je dat überhaupt aan het doen bent. Nee, klopt. Klopt. Maar wat mij heeft geholpen is, want dat komt nu wel weer binnen. We zijn op een gegeven moment, ik heb die baan 4 jaar gedaan als oefenen voor het ondernemerschap. Mm-hmm. Toen was ik erop uitgekeken. Ik zat enorm in mijn slachtofferrol. Ik dacht, waarom ziet mijn baas niet dat ik meer in mijn mars heb? Waarom geeft hij me niet andere dingen te doen? Maar ja, die baas had zoiets van, ja, maar ja, je zit op die functie. Dat is de spil. Je doet het hartstikke goed, dus ik hou jou daar. En daar staat dit salaris tegenover. Sorry. Mm-hmm. Dus ik daarover klagen en klagen en klagen en ontevreden. Maar niet in actie durven komen, want ik wist ook niet wat dan wel. Mm-hmm. Mijn juridische ruiten had ik inmiddels wel ingegooid. Ik wist het echt. Dat is ook de vraag, hè? Ja, maar dat dacht ik. Maar dat dacht je, ja. Mm-hmm. Dus toen hebben wij gekozen voor een vrij rigoureus middel. Toen zijn we maar geëmigreerd. Wow. Ja. Toen, ja. Maar dat betekent dan ook met je hele gezin? Met mijn hele gezin. Ja, zoals ik al zei, Ron die had ook reiskriebels. Hè. Die had ook al veel van de wereld mm-hmm. gezien. En ik had nog zulke warme herinneringen aan Brazilië. En ik dacht van, oh, Italiaans of Spaans. Dus dan ging overal solliciteren. En er kwamen zoveel kansen op ons pad. En uiteindelijk werd het Italië. Wow. Want daar zagen we ons gewoon wel zitten. Ik denk van, weet je, een beetje zo'n Bertolli leven en zo. En, ja, echt zo'n ik vertrek droom. Maar geen bed and breakfast. Want ik kwam natuurlijk uit de horeca. Ik zei, dat ga ik niet doen. Dat is de hele dag werken. Want dat zag mijn man wel voor zich. Ik zei, nee, ik weet hoe dat gaat. Dat wil ik niet. Maar was het voor jou, hoe zeg je dat? En niet echt een vlucht, maar was het even een time-out? Ja. Een hele bewuste time-out? Nee, ik denk een onbewuste time-out. Want wij hebben echt ons huis verkocht. We hebben dag gezegd tegen de buren. We hebben al onze schepen verbrand. En dat is niet zoals ik ga er een jaar tussenuit. Ik ga een jaartje reizen. Je was echt van plan lang weg te blijven. Ja, we waren echt geëmigreerd. Mm-hmm. Nou, dat is nogal wat, ja. Ja. En 9 maanden later waren we weer terug. Dus het was een time-out. Ja. Maar dat zie je dan pas achteraf. Want mm-hmm. ik had dus echt behoefte om boven mezelf uit te kunnen stijgen. Te helikopteren van David Zonnetje, wat ben je nou allemaal aan het doen in je leven? En waar wil je heen? En ik denk dat ik die vraag heb opgegooid naar het universum, denk ik nu. Mm-hmm. En we zaten een keer te kijken naar het Sinterklaasjournaal. Je hebt zo'n Nederlandse zender voor buitenlanders. Hoe heet dat ook alweer? Weet ik niet. Duwtje Blok kwam voorbij en daarna kwam de EO met een programma over relatietherapie. Gestrande huwelijken, die mensen gingen met een dame van de EO en 2 therapeuten gingen ze naar, ik geloof, Gomera. En dan gingen die therapeuten proberen dat huwelijk weer te lijmen. En ik zat ademloos te kijken hoe die mensen dat deden. Want ze haten elkaar, dat zag je aan alles. Weet je, ruggen tegen elkaar. Mm-hmm. En dan werden er vragen gesteld zo van, maar wat was destijds datgene waarom je verliefd werd op Angelique? En dan zag je die man helemaal zwijmel. Ja, die ging helemaal in hypnose. Want die ging natuurlijk terug in gedachten. Ja. Naar, weet ik veel, 1843 of zo. en die kwam helemaal in een andere vibe. En die wierp zo'n verliefde blik naar Angelique. En Angelique, die wierp de blik terug. En ik denk, wat doen die mensen? Wat gaaf als je, dan kun je echt wat doen voor mensen. Want dus jij vond het heel gaaf, degene die de vragen stelde, dus de goede vragen stelde. Ja. En die mensen, die heb ik gegoogeld. Oh. En toen las ik op internet dat zij onder andere NLP hadden gedaan. Oké, NLP. Wil jij voor degene die dat niet uitleggen wat het is? Ja. Ja. Die dat niet kennen? Ja. Het staat voor neurolinguistisch programmeren. En ja, wat het is, er zijn zoveel definities, maar hoe ik het zie, het is eigenlijk een manier om je bewust te worden hoe je met taal je brein beïnvloedt en daarmee ook je emoties. Is dat ook van als je mooie woorden gebruikt, dat je je prettiger voelt? En ja, als je positieve woorden gebruikt, dat je dat ook naar degene die de woorden ontvangt, dat bedoel je? Hè? Van, ja. Ja. En dat gaat dus ook in je, die woorden die worden vertaald naar, naar beelden en naar. Ja, want alle zintuigen die wij hebben, die gebruiken we niet alleen om te communiceren, hè, met de externe wereld. Mm-hmm. Maar je communiceert de hele dag ook intern. Met je eigen dialoog bedoel je? Ja. In je hoofd? Ja. Ja. Mm-hmm.
Weet je, dat ik bijvoorbeeld denk van, oh, moet ik niet even zeggen van, ga even lekker op een stoel zitten? Dat mm-hmm. hoor ik eerst in gedachten. Mm-hmm. Mag, hè, als je op een stoel zit. ook, ja, gevoelens. Dat is ook interne communicatie. Maar heel veel mensen voelen helemaal niet meer. Zitten zo in ons hoofd de hele dag. We moeten alles met ons hoofd doen. Hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, goed. Wacht even. Haal eens adem. Hoe gaat het met je? Hoe voel eens? Voelen. Dus ook dat is eigenlijk... Mm-hmm. communiceert je lijf de hele dag met jou. Mm-hmm. Maar ontvangen wij die boodschap nog? Nou, heel vaak niet. En die beelden inderdaad. Sommige mensen zijn zich heel bewust dat ze visualiseren. Bedoel je daar ook mee die meneer die weer dacht aan 1843? Ja, die, zijn vrouw, die dreef helemaal af in gedachten. En dan zie je dus dat ze in, 2007... zaten ze het ene moment in een vibe van... En hij gaat even in een andere belevingswereld intern. Ja. En neemt dat mee, neemt die gevoelens mee. Kijkt dan opeens ook weer met een andere blik. Ja, mooi. Totdat die mevrouw misschien iets zegt waardoor hij niet getriggerd wordt. Hè? Ja, een lullig woord, ja. Maar dat kun je dus trainen. Dus je kunt, als je bewust wordt van je interne, hoe intern je zintuigen werken en hoe je brein werkt. Ja, dat is mooi, hè? Kun je enorme shifts doormaken. En dat begon, daar had ik alle tijd voor in Italië. Dus ben je gaan doen? Nou, ik heb een boek besteld toen. Welk boek was dat? Een boek wat ik nooit gelezen heb. Oké. Ik weet niet eens of die hier staat. Nee, dat was het handboek voor NLP. En dat kwam via Bol. Die leverde toen ook al. En ik dacht, oh, en ik vond dat ingewikkeld. Ik denk, het is net wetenschap. En toen ben ik verder gaan googlen. En toen kwam ik op Joost van der Leij. Die geeft nog steeds NLP-training in Amsterdam. En die bracht dat allemaal zo leuk en zo luchtig en met humor. En dat deed je online toen? Ja, ik ben zijn nieuwsbrieven gaan volgen. Mm-hmm. En Italië liep anders, want mijn man zijn baan, dat pakte allemaal niet goed uit. Maar het maakte mij eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Want toen dacht ik, oké. Je zat op een ander spoor of zo? Of, ja. Ik wil wel weer terug. Ik wil wel weer... want ja, bij de VVV werken hier in Italië, dat wordt hem ook niet. En in Noord-Italië waren de mensen helemaal niet zo gastvrij, kwam ik achter. Ging alleen om geld verdienen en de goede schoenen aan hebben. Oh. Dus het was veel killer dan ik dacht. En ik las dat die NLP-nieuwsbrief. Ik denk, ik wil zo'n opleiding gaan doen. Leuk. Ja. Dus zo is het gegaan. Oh, mooi. Dus ik wil niet iedereen adviseren om, als je even vastloopt, meteen te emigreren. Maar emigreren staat voor wel soms even uitzoomen. Uit je, echt even. Maar is ook even een stuk reflectie. En of je dat nou... Kijk, emigreren is natuurlijk heftig. Uiteindelijk wist je ook niet dat je weer eerder terugkwam. Nee. Maar dat kan ook zijn. Gewoon bewust tijd nemen om eens even na te denken van... waar gaan we heen? Waar ben ik mee bezig? Ja. En wat ik er nog steeds aan over heb gehouden is koken zonder pakjes. Ja, waarschijnlijk kan je heerlijk Italiaans koken. Nou, in ieder geval ben ik daar wel veel meer op gaan letten. Van, hey, gewoon puur en eenvoudig. Oh, en lekker, dus daar had ik ook alle tijd voor. Mooi. Ja. En toen ben je die hele opleiding gaan doen? Ja. Maar had je de connectie tussen NLP en perfectionisme? Heeft die NLP een soort bewustwording gecreëerd? Ja, Want als je inderdaad vraagt van, hey, hoe kwam je er nou achter dat perfectionisme bij jezelf? Ja. Dat komt omdat ik mezelf beter ging herkennen van, mm-hmm, wat doe ik? In de tijd dat ik terugkwam, had ik opeens enorm last van paniekaanvallen. Toen jij uit Italië terugkwam? Ja, dus ik kwam terug. En ik weet nog dat ik naar de eerste dag van NLP ook ging. En ik kwam echt binnen. Ik zat in een fase, en dat was al een paar weken of een paar maanden, dat ik af en toe echt dacht dat ik dood ging. Zo, dat vind ik nogal wat. Ja, maar wat ik nu weet is dat mensen die heel perfectionistisch zijn, die hebben dat heel vaak. Want op een gegeven moment ben je zo in de stressstand. Mm-hmm. Weet je, dat je jezelf uitput. En altijd denkt dat je overal te laat bent of niet goed bent. Dus intern bouwt zich een enorme bron op van stressenergie. En is dat ook, ik zit nou even te denken, is dat ook misschien omdat je was voorheen altijd ergens in een rol heel duidelijk, mm-hmm, bezig. Mm-hmm. En toen was er even, ja, een opleiding wel, maar was even geen... Ik weet niet. Was dat het ook misschien? Nou, of niet? Weet je, het is ook zo onbewust. Je kunt nooit precies weten wat het is. Maar ik zie het wel. Want ik heb daarna ook bij heel veel andere mensen gezien. En ik kan gelukkig mensen nu ook leren dat je er echt gewoon van af kunt komen. Ik wist dat toen nog niet. Dus ik ging naar het ziekenhuis. Ik ging eerst naar de arts.
Ja, want als je elke keer denkt dat je doodgaat, weet je. Mijn kinderen mochten het niet weten. Ik ging dan liggen op de bank. Ik had een symbooltje of een gebaartje met mijn man afgesproken. Van ik heb het weer, ik ga weer even liggen. Dan moest ik gewoon echt, ja, een soort hyperventilatie. En je gaat er niet dood aan, maar dat denk je dus wel. Nou, dat is wel... Want je kan niet meer bij je adem. Wel heel heftig, vind ik het. Ja. En ik kende toen nog geen NLP. Dus wat ik niet door had, en later, daardoor ben ik er vanaf gekomen, dat ik olie op het vuur gooide. Want je gaat denken, oh, straks val ik flauw. Ja. Dan maak je beelden. Dus dat stemmetje zit ook... Het stemmetje. Je gaat flauw vallen, ja. En dat stemmetje gaat niet zo van, oh, straks val ik flauw. Nee, dat zal een paniek. Straks val ik flauw. Weet je? Ja. En dus mijn hart doet raar. Oh, zal ik het aan mijn hart hebben? Nou, dan voelde ik hier al. Mijn hoofd werd zo rood als een boei. Je gaat transpireren. Ja, zie je, ik val al. Maar ik weet helemaal niet hoe het is om flauw te vallen. Straks val ik. Nou, en dan maak je al beelden in je hoofd en dan val je al. Ja. En dus gaat dat gebeuren. Eén grote paniek, ja. Ben je met NLP bezig, dan weet je dus, als jij scenario's in je hoofd maakt die je niet wil, dan kun je die terugspoelen met een techniekje. Alsof het een belachelijke slapstickfilm is met jou in de hoofdrol. En je plaatst er andere beelden voor terug, waarin jij gewoon heel kalm en ontspannen dat ding doet wat je wil gaan doen. Doe je NLP, dan leer je in plaats van, oh, ik ben in paniek, kun je zeggen, ook al voel ik nu paniek in mijn lichaam, ik blijf rustig en kalm, want ik voel me veilig. Nou, dat soort hele basale dingen. Mm-hmm. Ik was er in 2 weken vanaf. Maar je kreeg eigenlijk op het goede moment een soort gereedschapskist. Ja. Om ja. Dit soort situaties ja. ineens. Ja. Terwijl als je dat dus niet weet dat kan. Mm-hmm. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Nee, en toch? Zo zitten er dus heel veel mensen thuis. Ook in deze tijd, in deze coronatijd. Maar de mensen met pleinvrees, met straatvrees, met supermarktvrees. Mm-hmm. Weet je, er zijn allemaal namen voor. Maar het is eigenlijk belachelijk. Want het enige wat bepaalt hoe iets gaat heten is vaak de situatie waar jij die angst kreeg. Maar het is een intern proces wat jij op kunt lossen. Als ik nu de buurman tegenkom en ik heb een paniekaanval, dan kan je zeggen van ja, die heeft een buurmannenfobie. Dat heeft niks met de buurman te maken. Nee, maar zo werken heel veel van die etiketten. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar jij hebt typische geval van een paniekstoornis en dan wel deze. Er is een heel dik boek voor. Maar dan krijg je vervolgens nog een etiket en nog een heleboel te lezen erover. Ja, dus en wordt het tranquilizers, kalmeringsmiddelen, onderdrukkende dingen. Want ik ben ook naar het ziekenhuis geweest en ik heb me ook laten doormeten. En ja, mevrouw, daar zult u mee moeten leren leven. Maar iets in mij wist, dat is echt niet de bedoeling. En dat verklaart ook mijn passie, waarom ik zo heel graag hier heel veel aandacht aan wil geven, waarom ik mijn boek heb geschreven. Omdat het iets is wat je doet. En wat je dus kunt ontdoen. Je kunt ermee stoppen. Maar als je het echt wilt stoppen, want je kunt naar een behandelaar gaan om van je dit vrees of je dat vrees of je zus angst of je zo angst. Maar ten diepste, de angst die er ten diepste onder zit, is, heb ik wel bestaansrecht? Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Mm-hmm. Dus eigenlijk het pad van eigenliefde, waar je het met Marieke Swinkels over hebt gehad. Ja. Dat is dat verhaal. En als je dus zelfliefde ontwikkelt en voelt, mag er zijn, dat is natuurlijk de ultieme ontspanning. Nou, dan verdwijnen alle kwalen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, en toen eigenlijk ontdekte je dus iets heel moois. Ja. Wat je meteen voor jezelf kon inzetten. Ja. Heeft dat ook gemaakt dat je dat ook met de wereld wilde delen? Ja. En, ja. Ja, omdat ik ik ben echt typisch zo'n coach. En maar daarom denk ik ook heel fijn voor mensen. Want je hebt het zelf meegemaakt. Ja. Je weet waar het over gaat. Ja, ik ben ook achteraf ook mijn paniekaanvallen dankbaar dat ik ze heb gehad. Want ze hebben voor mij ook, ik zie dat bijvoorbeeld aan mijn man. Mijn man is super positief. En die heeft gewoon ook heel veel van die dingen heeft hij niet. Mm-hmm. Die zit dan ook soms met glazige ogen te kijken als ik wel eens een voorbeeld noem of de issues waarmee geworsteld wordt, zeg maar, in mijn praktijk. En denk van, ja, ik snap dat jij niet geschikt bent voor dat vak, want jij neemt dat ook helemaal niet serieus. Je kunt je niet voorstellen dat iemand zo kan gaan hyperventileren dat hij doodgaat, of zo bang is om voor een groep te spreken dat hij er bijna in blijft. Dat kan je gewoon niet voorstellen. En omdat ik het zelf heb meegemaakt, ja, heb ik dat wel. En kan ik dus ook laten zien van, I've been there. En weet je, het kan goed komen. Het kan ook goed komen. Ja. Ja. Mooi. Ja. Dus vind ik wel toen kwam eigenlijk je mooie boek. Prima is perfect.
Ja. Kan jij iets vertellen van... want je zegt eigenlijk NLP heeft me heel erg geholpen. Ja. Maar jouw woord prima, die mm-hmm. vijf mooie letters... die staan voor vijf termen. Ja. En je hebt eigenlijk een methode ontwikkeld. Ja. Ja, ik dacht... Zou je daar iets over willen vertellen? Ja. Van, de prima methode die bestaat inderdaad uit de PRIMNA. En het is belangrijk eerst om een soort definitie te hebben van... oké, waar gaat dit over? Heb je een probleem of niet? Wat is het issue hier? Nou, de P staat ofwel voor je probleem... ofwel voor perfectionisme. Ik ben natuurlijk heel erg op perfectionisme. Ja, want ik was even benieuwd van wat voor soort problemen. Ja. Maar je zegt... je kan het eigenlijk op alles. Ja, want het is best wel ook de items... en zijn best toepasbaar op meer dingen. Ja. Volgens mij schrijf je op een gegeven moment ook... er zijn ook een aantal basisbehoeften van de mens. Ja. Dus dat is iets van veiligheid en... Ja, verbinding, liefde, erkenning. Maar moet daar dan een probleem zijn? Is dat juist, als daar iets is, is dan een probleem? Of is het gewoon problemen in zijn algemeenheid met jezelf? Ja, of weet je, ik zou het heel simpel houden van waar loop jij tegenaan? Ja. En dit boek is wel echt, omdat de voorbeelden ook echt wel over perfectionisme gaan. Dus als je de achterflap leest, dan merk je snel genoeg of het je aanspreekt. Of je doet even de perfectionisme test op mijn website. Ja, dat is wel leuk, want er zit een test in. Ja. Dat je dus eigenlijk, dat kan je op je website vinden. Ja. Ja. Als je die invult, dan weet je of je perfectionist bent. En dan was ik nog benieuwd van, want we hadden het net in het begin even over... je hebt op een gegeven moment een grens, hè, tussen perfectionisme kan... kan een goede eigenschap zijn, ja. als het niet te gek is. Mm-hmm. En je komt jezelf tegen. En zit er dan nog een, ik weet niet, er komt een getal uit of er komt iets uit. En kan je dan voor jezelf uitmaken van, oeps, ik moet uitkijken met perfectionisme? Ja. Even kijken, het staat achterin, de punten gaan tot 27. Dus er zitten gewoon gradaties. Het zijn 9 vragen. Je kunt maximaal 27 punten halen. En onder de 15 punten noem ik het eigenlijk niks aan de hand. Ja. Dus, maar het is natuurlijk wel... Maar dat is vaak met die testjes. Het is een indicatie. Ja, nee, maar het is juist maar, wel leuk. Van als je geïnteresseerd bent, dan weet je... Ja. Jouw voorbeelden zijn ook... Dan denk ik ook van... Daar heb ik ook wel eens last van, weet je wel. Dat het... wanneer is het af en is het goed genoeg? Ja. En ziet ook dat mensen die daarmee aan de slag gaan... en die bijvoorbeeld een jaar of 2 jaar later die test weer doen... dat ze zeggen, oh ja, ik ben echt 5 punten gezakt. Of ik zit daar nu onder. Oh ja, dat is wel leuk. Ja. Dus dan kun je toch een beetje meten is weten, zeggen ze. Ja, dus je zegt eigenlijk P is probleem, maar in beginsel perfectionisme. Ja, dus dan moet je even kijken van oké, heb ik daar last van? Zit ik in rood of oranje? Nou, dan kun je echt aan de slag. Ja, met de P kun je aan de slag. Dus dan ga ik dat perfectionisme eerst uitleggen. Dan is de R, die gaat om resultaat. Van oké, waar wil je heen? He, want wat een valkuil is bij perfectionisme. Ja, ik wil op alle gebieden gewoon alles. Het is 1 januari en ik wil en stoppen met roken en ik wil afvallen en ik wil harder kunnen rennen en ik wil nu alleen nog maar zonder pakjes koken en ik wil elke dag voor mijn kinderen zijn. Maar ik kan ook geen keuze maken. Nee, ook dat nog. Dus je moet een keuze maken van, want anders kunnen we niet meten of het op dat gebied waar jij het nu op gaat toepassen, dit boek. Want je mag het boek wel 10 keer lezen, mm-hmm. hè, of door de methode gaan. Dan kun je tenminste ook meten van, hey, is het op dat gebied ook veranderd? Ben ik zachter geworden, liever geworden? Ben ik meer ontspannen? Enzovoort. Dus dat is de R. Mm-hmm. Dan de I van inspiratie. Nou, dat is iets dat naast dat ik elke dag voeding tot me neem, heb ik gemerkt voor mij, ja, als je geen inspiratie van buiten krijgt, op wat voor manier dan ook, dan zit je in hetzelfde kringetje. Dan komen er nooit nieuwe ideeën tot je, nooit nieuwe ontwikkelingen, input, energie. Dus dat gaat heel erg over op wat voor manieren je inspiratie tot je kunt nemen. Nou, het boek is een vorm. Ja. Maar ik geef ook allerlei tips hoe je daar verder mee aan de slag kunt gaan. En dan komen we eigenlijk bij het hart van het boek. Dat is de M. Ja, want ik was heel, heel benieuwd welke vind jij het belangrijkste. Maar dat vind je de M. Ja, want die gaat over mindset. En dat is eigenlijk de concrete uitwerking van wat NLP is. En het is geen encyclopedie over NLP. Het is eigenlijk de crème de la crème van de oefeningen die mij ook het meest hebben geholpen. Bijvoorbeeld om van zoiets heel vervelends als paniekaanvallen af te komen. Door heel bazaal te leren, hoe kun je gevoelens veranderen? Ja, en wat ik mooi vind, jij beschrijft het eigenlijk direct toepasbaar. Ja. Want kijk, een theorieboek, dat zei je zelf ook. Je noemde dat handboek van NLP. Ja. Je vond het fijner om dan met die meneer in Amsterdam aan de slag te gaan. Ja. Het is heel fijn als je dus
een instrument hebt, maar ja, het werkt alleen als je het gaat doen. Ja, precies. Dus ik heb dat zo goed mogelijk daarin getracht te beschrijven. Ik kreeg toevallig van de week, voor het eerst sinds het boek uit is, iemand die schreef, ik denk als ik het zou printen, 3 A4'tjes. Van goh, Astrid, dankjewel voor je boek. Maar heb je wel eens vaker gehoord dat het heel erg moeilijk toepasbaar is? En toen bij alle oefeningen heel veel vragen. En dat zullen heus meer mensen ervaren. Want het is, weet je, autorijden leer je ook in de auto. Ja. En je hebt wel een theorieboek, maar je kunt ook de praktijk niet uit een boek leren. Maar een aantal mensen, ik gok, misschien 20-25% heeft genoeg aan het boek. Mm-hmm. Maar laten we eerlijk zijn, een boek is gewoon niet hetzelfde als dat echt doen met oefeningen die ingesproken zijn. Of dat je naar een training gaat of wat dan ook. Want jij geeft die trainingen ook, hè? Ja, van, dus ik ben op een gegeven moment, toen dacht ik, dat is nou leuk. Maar ik kreeg ook vraag van, hey, want de oefeningen beginnen heel vaak. Stap 1. Sluit je ogen. Ja, en hoe moet je dan verder? Weet je? Dus of je spreekt het even in op je eigen telefoon. Dat kan natuurlijk, dan hoor je het zelf terug. Mm-hmm. Maar ik dacht, laat ik dat voor mensen wegnemen, dat bezwaar. Dus ik heb die oefening ook ingesproken en ik heb daar een training van gemaakt. Leuk, ja. Maar het is, ik hou gewoon van heel erg praktisch. Ik heb jaren academisch gedacht. Mm-hmm. En dat heeft mij niet echt verder geholpen. Ik heb er heel veel van geleerd, maar ik hou ook heel erg van praktisch. Dus ja. Dat is alleen maar heel, heel fijn. Ja. Dus mogen we hem nog afmaken? Je had inspiratie en dan heb je de... De M van mindset. Dus dan gaan we gevoelens leren veranderen. We gaan leren hoe je je gedachten kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld mensen die slapeloze nachten hebben. Die kunnen een aantal tools eruit halen. Bij heel veel mensen werkt dat gewoon om rustig in slaap te vallen. Door wat dingen anders te bedenken. In je hoofd. Ja. Want als je de hele dag of hele avond of nacht ligt te malen in je hoofd. Heb je misschien nooit bedacht dat je aan een knopje kan draaien. Dat je het malen ook zachter kan draaien. Of langzamer kan malen. Ja. Of met een... Dat je denkt, oh, ik piek hem eens. Als je dat zo zou doen. Ja, ja, mooi. En de rol van mediteren daarin? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is een andere methode. Het heeft ook raakvlakken. Af en toe loopt het een beetje in elkaar over. Ja. Dus dat is maar het is niet per se nodig, hè? Nee. Het is meer ook gewoon gedachtes en... Ik zie zelf mediteren meer als je laat zijn. Hè, je gaat zitten en je gaat observeren. Mm-hmm. En eigenlijk is NLP meer sturend. Oké, wat kan ik nu doen? Wat gebeurt daar? En je kunt daar ook meer in ingrijpen. Dus eigenlijk bewust actief. Ja. Dan kom je ook bij die A van actie. Is dat dan ook dat je daadwerkelijk... Wat is de A van de actie? Nou, dat is als je het allemaal hebt gelezen. Wat dus voor heel veel mensen blijven daarbij. Ja. Ja, Astrid. Super je boek. En ik weet ook allemaal hoe het werkt. Maar ik voel het nog niet. En dat zeg ik in mijn... tenminste, dat zei ik in mijn podcast ook altijd aan het begin. Prima is perfect. Jij bent perfect. Nou, als je dat leert voelen, schijnt de zon iedere dag. Niet als je dat hebt leren weten. Nee, of leren lezen. Nee, want dan blijft het theorie. Ja. Dus de A vergt wel dat jij ook de verantwoordelijkheid neemt als je het echt wil gaan voelen, om dat te leren. En dat is niet per se aan het eind van het boek. Dat is ook niet morgen. Nee, dan moet je toch ook mee aan de slag. En het ene brein pikt dat heel snel op. Het andere brein moet dat veel vaker doen. Ieders brein is ook verschillend. Ja. En de een is meer van visualiseren en de ander meer van voelen. Dus die heeft dan weer moeite met visualisatie. Maar alles kun je leren. Maar dat is vaak wel het strijdpunt bij de perfectionist. Die wil alweer door. Goed, deze training heb ik ook gedaan. Next. Vinkje, huppatee. Ja. En juist, en dat heb ik zelf ook heel erg moeten leren. Less is more. Doe dingen langzamer. Doe ze met aandacht. Maar doe ze. En doe desnoods een heel klein beetje. En niet meteen een half boek op een dag. Nee, en als je nou hiermee aan de gang gaat, ik vind het ook altijd wel, want dan zit je er helemaal in, hè? Dan ben je gedreven, want je denkt, nou, daar kan ik iets mee, dat gaat mij iets opbrengen. Ja. Hoe hou je dat? Moet je dat bijhouden? Ja, het is soms ook het probleem dat je na een tijdje weer met een heleboel dingen, die je dus je een nieuwe gewoonte gaat aanleren of bewuste dingen. Ja. Dat het op een gegeven moment weer een beetje verwaterd. Ja. Is dit iets dat het ligt wat je eraan aanleert, in welke fase je stopt? Want je hebt, je hebt 4 fasen. Stel, je begint eigenlijk, je bent helemaal niet bewust van dat je last hebt van perfectionistisch gedrag. Je doet mijn test. Mm-hmm. Oh, code rood. Shoot, dat wist ik niet. Dan ben je geshift van je was onbewust, onbekwaam.
Mm-hmm. Naar, oké, ik ben nu niet meer onbewust dat ik onbekwaam ben. Nee. Maar ik ben me nu bewust van. Bewust onbekwaam ben ik nu. Astrid, wat moet ik nu doen? Ik heb code rood. Oh. Nou, dan lees je mijn boeken. Je gaat naar, vooral naar de M en dan ga je die oefeningen doen. Oh ja, die oefeningen doen. En dan merk je dat je die... Dat gaat eerst nog heel lastig. Oh, ik vind het zo lastig. Ja, dat komt omdat jij het meteen perfect wil doen. Ik ken jouw soort. Op een gegeven moment merken ze van... Ja, ik begin dat in de smiezen te krijgen. Maar in het moment zelf... Als ik bijvoorbeeld weer zo'n woedeaanval heb... dan vind ik dat nog lastig. Ja, dat klopt. Je moet het eerst nog bewust doen. Maar dat komt. Naarmate je het vaker doet, wordt het geïntegreerd. Wordt het een nieuw pad in je brein. Dus je gaat van onbewust onbekwaam... naar bewust onbekwaam... Mm-hmm. Naar bewust bekwaam. Ja. Zo van, hé, dit kan ik nu. Ja. En op een gegeven moment, bijvoorbeeld ook met piano spelen, ik kan het nu met bladmuziek. Op een gegeven moment zit het in je vingers. Ja. En dan denk je er niet meer over na. En dan hoef je dat niet meer te herhalen. Dan is het onderdeel geworden van je nieuwe manier van doen. Maar de meeste mensen haken net wat eerder af. Ja, maar er zijn ook wel mensen, dan denk ik even aan het voorbeeld van je man, die hebben gewoon ook geen last van, denk ik. Hè? Nee, dat klopt. Dat vind ik ook wel weer grappig, want het is niet zo dat iedereen... Nee. Maar je kan dus zelf ook op dat punt komen dat je dus ook voortaan op een feestje lekker relaxed achterover kan zitten. En niet meer je verantwoordelijk voelt voor alle gasten of mensen om je heen. Ja. En toch, weet je, want dat is dan... Als ik naar mijn man kijk, mm-hmm. die heeft jaren geleden heel goed verborgen weten te houden voor mij. Totdat het voorbij was eigenlijk. Of totdat hij echt hulp ging zoeken. Dat hij ook helemaal niet lekker in zijn vel zat. Dus die zat tegen een burn-out aan. Die had ja gezegd tegen de functie waar hij voor gevraagd was. Waarvan hij voelde van dit is niet mijn ding. Toch gedaan. Zo'n last op zijn schouders. En dat proberen allemaal intern te verwerken. Dus eigenlijk toch de hele tijd te proberen voldoen aan de eisen die functie stelt. En degene die de leidinggevende niet willen teleurstellen. Mm-hmm. Dus hij had het eigenlijk ook. Alleen met andere voorbeelden. Ja, en een andere periode. Hij heeft het nu weer helemaal niet. Maar hij heeft ook hulp opgeroepen, ingeroepen op zijn manier daarvoor. Ja. Dus ik dacht eerst van, ja, hij heeft het helemaal niet. Maar dat volgens mij heeft ieder mens ergens wel van die momenten dat hij onzeker is of twijfelt. Of, alleen, ja, ook niet iedereen is het zich bewust of heeft er zoveel last van. Nee. Nou heb je op een gegeven moment, je hebt vanuit je boek ook je mooie bedrijf Zon in je leven. Mm-hmm. Ook vanuit jouw achternaam, denk ik, van Davidson. Ja, leuk. Ja. En daar help je dus ook mensen mee om dit soort dingen te onderzoeken en aan te pakken. Ja. Ik had die NLP-trainingen gedaan. Ik ging toen eigenlijk hielp ik nog iedereen met alles. Spinnenangst, hoogtevrees, weet ik veel. En op een gegeven moment zei een vriendin van mij tegen mij... ik heb geleerd dat het belangrijk is om eigenlijk toch te focussen. Toen dacht ik, dan zeg ik nee tegen heel veel. Mm-hmm. En wie moet ik dan kiezen? En toen zei ze, maar wat vind jij nou de allerleukste klanten om te helpen? Ik zei, eigenlijk de mensen die hetzelfde ervaren als wat ik altijd had. Oh, de perfectionist. Nou, dat Klaar. Was echt. Weet je, het is vaak zo simpel dat je er zelf jarenlang overheen walst en het niet ziet. Ja. En dus dat is eigenlijk wat ik ben gaan doen. En ik dacht van, dat is maar een hele kleine niche. Nou, echt niet. Nee. Half Nederland heeft hier last van. Ja. Dat denk ik ook wel van. En was ik nog heel even benieuwd, getriggerd door jouw mooie bord van A. Davidsonplein, breinbemiddelaar. Ja. Want ben jij in je bedrijf, noem je jezelf breinbemiddelaar? Nou ik noem het niet actief meer heel erg zo, maar dat heb ik wel een tijd gedaan. Ik vind het een hele mooie term. Toen volgde ik ook een dame die zei van weet je, al die als je zegt ik ben coach, dan haken mensen al af, want ze gooien je allemaal op één hoop. Ja. Dus, kijk of je wat anders kunt verzinnen. En toen kwam dit er bij mij uit. Er is mij vroeger ook wel verteld, je bent ook een bemiddelaar. Misschien moet je met je juridische opleiding mm-hmm. met je mediation gaan doen. En toen dacht ik later, ik ben eigenlijk gewoon aan het bemiddelen bij iemand tussen zijn onderbewuste en bewuste breinstuk. Dus ik zorg dat die twee dezelfde taal gaan spreken, dezelfde kant op willen. Ik vind het een hele mooie term, ja. Ja. En wij wonen in de Schrijverswijk. En toen mijn boek uitkwam, toen heeft dus mijn man met mijn kinderen... Ja, we hebben nou een schrijver in de wijk. Oh, wat leuk. Leuk. Vandaar het A. Davidsonplein. Die heeft ook heel lang op onze oprit gestaan. Ah, mooi. Nou, prachtig. En Astrid, zijn er nog meer boeken in de maak? Of wat zijn je plannen voor de komende tijd? Ja, ik geloof wel dat er meer boeken komen. Maar ik laat dat ook, zoals het zo mooi tegenwoordig heet, zich ontvouwen. Dus,
Ik weet zeker dat het komt, maar... Ja, maar ook relax. We zien wel hoe het gaat of zo. Je spreuk doet haar dan ook weer. Ja, dus ik plan dat niet. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik heb zelfs al twee keer gezegd van... Hey, ik ga nu weer beginnen. En ook al begon ik, was vorig jaar. Toen merkte ik opeens dat heel veel, ook echt hele jonge kinderen... al zo ontzettend lijden aan een negatief zelfbeeld. Weet je, 11, 12, 13 jaar. Kinderen die ik ook ken... Met ouders die dan zeggen... Nou, zij of hij denkt er echt over af en toe van... Ik wil niet meer leven. Oh, wat heftig. Nou, toen dacht ik van... Met wat ik weet, dit kunnen ze allemaal leren. Dus toen wou ik opeens een kinderboek schrijven. Of een jongerenboek. Oh, mooi. Maar ik kwam erachter... Ook door gesprekken met mijn eigen kinderen. Nou man, daar moet je dan wel even heel goed over nadenken... Hoe je die gaat aanspreken. Want... Dat is natuurlijk toch een andere taal. Misschien veel meer met beeld. Ik kreeg meteen al allemaal moeders. Nou, mijn kinderen lezen helemaal niet. Veel succes. Ik denk, nou ja, dat is een groep natuurlijk. Ja. Maar het enthousiasme ebde eigenlijk al heel snel weg. Dat ik dacht van, ik ben er gewoon niet voor die groep. Dat is niet mijn doelgroep. Nee. En dat is ook prima. Ja. Dus dat heb ik weer losgemaakt. Je bent steeds meer keuzes aan het maken. Ja, maar toch steeds specialistisch. Ja. Grappig inderdaad. Ja, leuk. Ja. En als mensen jou willen vinden. Je hebt ook een hele mooie podcast. Hè? Dat doe je zo één keer in de week. Eens in de week. Twee keer in de week ongeveer nu. Ja, ja, want je zei eigenlijk... Je wilde als tegenhanger van de Blauwe Maandag... Ja, dat was mijn live dagen. Dus die zon, dat is echt een thema in mijn leven. Want je wilde dan een zonnige zondag? Of Yellow Sunday heb ik in het leven geroepen. Maar dat was inderdaad voor mijn cursisten die mijn programma volgden. Ja. Ik heb dus dat online programma opgezet. En ik heb meerdere online programma's gemaakt. Die heb ik op een gegeven moment geparkeerd in een omgeving. Dat heet De Zonnebank. Oh, leuk. Ik dacht eerst, het is een soort kennisbank. En toen dacht ik, nee, want ik ben van de zon. Dus dat is de zonnebank. Daar kan je energie tappen. Daar kan je mijn programma's vinden. Leuk, ja. En om met die mensen ook echt live te verbinden. Want online is leuk. Maar de combi vind ik zo gaaf. Dat je en lekker online kunt leren. Maar af en toe elkaar ook live kunt zien. Dus zo ontstonden de Yellow Sundays. En dan konden de mensen, jouw cursisten, ook elkaar zien. Ja, ja. Ja, dus dat waren dagen met nou een mannetje of 30. Vrouw of 30, moet ik zeggen. Want... af en toe komt er een verdwaalde man, maar het zijn vooral vrouwen die bij me komen. En dan deden we live een trainingsdag. Dus dan gingen we live dit soort oefeningen doen. Of, nou ja. Leuk. Ja. En jouw website is... zoninjeleven.nl. Ja. En je bent ook te vinden op social media. Ja, Instagram vind ik leuk om af en toe van die lives te doen. Instagram TV-uitzendingen maak ik wel. YouTube... ben ik te vinden. En ja, Facebook ook. Ik vind Facebook niet zo heel fijn meer, moet ik zeggen. Ik denk dat er ook wel wat anders gaat komen, maar... We zullen het zien. En tegenwoordig heb je, hoe heet dat nou ook alweer? Het nieuwe medium. Dat wil ik eigenlijk gaan ontdekken of dat wat voor me is. Het is alleen voor Apple-gebruikers en dat is... Ik weet het niet. Dat is radio, zeg maar. Dus dat je naar elkaar kunt luisteren. Okay. Maar interactief met elkaar kunt praten. Oké, geen podcast-achtig iets, maar... Nee, meer, maar het is een alternatief voor podcast. Of niet een alternatief, een aanvulling. Maar je kunt dus live met elkaar praten. Dus je hebt interactie. Oh, leuk. Dus ik dacht eerst, dat is weer een medium. Maar als ik kijk hoe leuk ik het vind om podcast te maken... denk ik van, misschien is dat wel een leuk voor mij toch. Ja, leuk. En in jouw podcast, die heet Zon in je leven... kunnen mensen gewoon vinden via alle podcastkanalen. Ja. En daarin... heb je af en toe een gast en af en toe doe je het zelf, hè? Ja, een leuke variatie. Ja, ik denk 1 op de 3, 4 keer of zo heb ik een gast. En verder, ik haal overal altijd inspiratie vandaan. Dus dan moet ik weer eventjes iets kwijt. Dus zo ontstaat dat. Ja, maar dat is toch heerlijk. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit boeiende gesprek met jou. Ik heb zelf ook een hoop geleerd. We gaan de test maar eens doen. Yes. En hartstikke leuk. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Leuk. Hartelijk dank luisteraar en hartelijk dank Astrid voor jouw ontvangst en je fijne gesprek met ons. En Astrid heeft voor deze podcast ook nog 2 exemplaren van haar leuke boek Prima is perfect ter beschikking gesteld. Om daarvoor in aanmerking te komen kan je naar mijn website gaan boukjejongerijk.nl/Astrid. Als je daar een reactie achterlaat, kom je in aanmerking voor 1 van de 2 boeken. En dit keer gaan we kijken wie de leukste reactie heeft ingezonden. En dan gaat het om de vraag, welk inzicht heb jij uit deze podcast kunnen halen? We zijn heel erg benieuwd en we kijken heel erg uit naar jullie reacties. Wil je nou meer weten van Astrid? Dan kan je naar haar website gaan, zoninjeleven.nl. En ze heeft ook een leuke podcast die elke week uitkomt op zondag. En die podcast heet ook Zon in je Leven.
Hartelijk bedankt. Graag tot over 2 weken. En heb een fijne dag. Tot ziens.